Yo, what's up kijkers van Den Aden. Dit is Far Cry 2 part 27. En ik zal jullie meteen in de inleiding vertellen dat dit stukje wat jullie op dit moment zien niet mijn gameplay is. En dan zullen jullie denken van wat? Hoezo is het niet jouw gameplay? Het is toch jouw let's play? Nou, ik zal het jullie meteen uitleggen. Ik had al mijn bestanden opgenomen, al ingesproken. En toen ik later in mijn mapje terugkeek, zag ik dat er twee bestanden volledig corrupt waren en ik ze niet meer kon terugkijken. Dus ik dacht echt, holy fuck. Hoe ga ik dit oplossen? Ik heb er dus uiteindelijk voor gekozen om deze gameplay te pakken. Jullie zien dat het PC gameplay is van een ander. We zijn dus nu in the Heart of Darkness. Dus jullie hebben ook echt een klein stukje gemist. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar de vorige part zijn we geëindigd met het varen naar het vliegveld toe. Daar zouden we de journalist, die ene neger guy met die krulletjes, die zouden we daar ontmoeten, want hij had hulp nodig. Nou, wat daar dus uiteindelijk is gebeurd, het is uit de hand gelopen. En ja, vlucht weg. Jij vlucht weg naar de Jackal. Die journalist guy wordt meegenomen. Jij vlucht weg naar de Jackal. Hebt een gesprekje met de Jackal. En de Jackal geeft jou een keus. Ga de Heart of Darkness in. En los het verhaal op. En sta dus eigenlijk aan de kant van de Jackal. Of kies ervoor om gewoon nu dat niet te doen en dood te gaan. Dus wat je eigenlijk automatisch doet. Dat moet ook van de game. Is kiezen voor de Jackal. En hij stuurt je de Heart of Darkness in. Dat is dus de plek waar we nu zijn. The Heart of Darkness is een stukje jungle. Hele, hele, hele diepe jungle. En waar je eigenlijk in kunt, maar niet meer terug kunt. Dus het is The Heart of Darkness. Op het moment dat je in het hart zit, kan je niet meer terug. Omdat het zo'n ongelofelijke wildernis is met grote rotsen en vage plekken waar je doorheen moet manoeuvreren. En het is echt, ja, best wel moeilijk eigenlijk. Dus dat eventjes ter uitleg en inleiding van deze nieuwe part van Far Cry 2. Wat er is gebeurd. Op een gegeven moment komt deze gast op een bepaald punt aan in The Heart of Darkness. En vanaf dat moment gaat mijn gameplay verder, omdat dat bestand dus niet corrupt was. Dus vanaf daar gaan we gewoon verder met mijn gameplay. Wat dus ook inhoudt dat dit... Laten we kijken. Oké, wat ik dus wilde vertellen, we waren even aan het luisteren naar die gasten, is dat dit ook niet dus live is. Alleen dit stukje niet. Straks gaat het over naar mijn commentaar die ik dus had. Maar dit stukje is dus gewoon van een ander. Maar ik heb het dus eraan toegevoegd, omdat het anders gewoon een te grote sprong is van de ene plek naar de andere plek. Hiervoor is dus eigenlijk als enige een stukje vliegveld gameplay geweest. En nu dus... Samen met de Jackal ga je de Heart of Darkness in. De Jackal is een andere weg genomen. Die ontmoet je later verder in de Heart of Darkness. En straks begint dus mijn gameplay. Dus ja, het is kloten. Het is een oplossing die ik heb moeten maken. Omdat ik anders eigenlijk gewoon een te rare serie heb. Ik wil natuurlijk wel een volledige serie hebben. Niet zomaar van het ene punt naar het andere punt. Dus jullie hebben niet al te veel gemist. Alleen een stukje Schiphol. Schiphol! Ha! Vliegveld met vliegtuigen en een soort van oorlog die daar uitbrak. Dan sla je op de vlucht en dan ga je samen met de Jackal de Heart of Darkness in. Of de Heart of Darkness, sorry. Kijk, zoals jullie zien speelt deze guy met de MP5, Silenced MP5. Best wel een vette gun. En hij heeft een dart gun als sniper. Dat is een soort silenced sniper. We gaan eventjes kijken hoe hij dit eigenlijk oplost. En dan zullen jullie straks overswitchen naar mijn gameplay. Dus, enjoy deze gameplay. En we gaan straks overswitchen naar mijn gameplay. Later. Yo, what's up guys? Welkom terug. We zijn in dit kamp aangekomen, Heart of Darkness. We zijn net uit de prison gekomen van de Jackal. En we hebben zojuist dit kamp uitgemoord. We pakken hier wat munitie op. En zoals jullie zien spelen we met een vrij verroeste assault rifle. We volgen gewoon mijn kaart op dit moment. Want zoals jullie zien hebben we een blauwe en een groene markering. Eventjes kijken. We zijn vlakbij een safe house zie ik hier. En ook vlakbij water. Dus eventjes kijken hoe we dit gaan oplossen. Een safe house lijkt me natuurlijk wel chill. Aangezien we op die manier... Eventjes kijken. Het ziet er hier best wel tof uit. Mooie locatie. Mooie jungle.
Maar een safe house lijkt me natuurlijk wel handig, aangezien we daar eventjes zekerheid kunnen verkrijgen en gewoon een simpele autosave kunnen maken, waardoor als we doodgaan, in ieder geval hier terugspannen en niet helemaal terug in de prison. Dus we gaan hier een safe maken. Even kijken, we kunnen niks oppakken. Geen alcohol, geen wiet. Michael, wat is dat? Dat is wiet. Haha, Master Moves for Life. Het is 17:45 avond, zie ik. Dus we slapen nu tot ongeveer 6 uur. Als het goed is. En ik hoop ook niet dat het donker gaat worden. Want midden in de Heart of Darkness. Terwijl het donker wordt, niet fijn. Ik zag dat we op 92% game completion zitten. Dus dat is best wel nice eigenlijk. En ik kan deze video ook echt noemen. Het einde is nabij. Want het is ook echt bijna op het eind. Ik kan jullie echt vertellen dat op het moment dat je de Heart of Darkness intrekt, je echt bijna aan het einde van de game zit. En het eigenlijk alleen nog maar een soort gameplay sfeer is die helemaal naar het einde toetrekt. En dan eigenlijk uiteindelijk kom je bij het plot terecht en dan denk je van holy shit, is dit het nou? Wow. Maar goed, eerst nog een stukje Heart of Darkness, waar ik zie dat het een moeras is waar best wel veel water staat en ook best wel hoog. Veel modder, echt zo'n donkere jungle sfeer. Dus de enemies die hier zijn, die vallen ook amper op. En ik heb ook niet echt Silence Guns bij me ofzo. Ik heb alleen maar Assault Rifles. Kijk, ik spot deze twee, die staan gewoon chill te roken daar en ze hebben net zulke verroeste wapens op hun rug als ik. Dus dat is dan wel weer chill. We zijn in ieder geval wel eerlijk. Het is een beetje eerlijk verdeeld. Kijk, ik heb kutwapens, dan hebben hun ze ook. We hebben hier een dikke RPG. Maar ja, dat is niet echt stil, weet je. En we hebben hier een Uzi. Wie in deze game een micro SMG heet. We geven die gast wel gewoon een headshot. Hij is niet dood, zie ik in mijn ooghoek. Dus we moeten toch nog even doorgaan. Oh fuck, alles jam natuurlijk weer. Allemaal zand tussen en zo. Pew, pew. Oh, kijk hem nog creperen dan. Ik ben een vis. Kijk, ah, ik ben een vis. Oh ja, ik heb zoveel pijn. Huppakee, machete in je buik en klaar met jou. No pijn al voor jou al. Ik zie hier een hutje. Wat zal er in het hutje te vinden zijn? Zoals jullie op het minimapje al kunnen zien en op de kaart staat aangegeven, is dat deze locatie ook echt Heart of Darkness heet. Het is eigenlijk een vrij mysterieuze plek. Zoals jullie zien zijn hier ook rare dingen gebeurd. Ik weet niet wat de fuck hier is gebeurd, maar volgens mij zijn deze dudes van de berg afgegooid. Het lijkt me niet al te fijn. En zoals jullie zien is de wildernis echt huge. Het is echt, de natuur heeft hier echt overgenomen. Als mens valt hier bijna niet te overleven. Vandaar dat het ook zo'n grove plek is. En vandaar dat het die naam ook heeft gekregen natuurlijk. Goed, we volgen dit kleine poeltje en kijken waar dat op uit. Weet ik zelf ook niet eigenlijk. Kijk, het feit dat ik de game al een keer heb uitgespeeld betekent niet dat ik alles nog weet. Stel dus dat je een film echt jaren terug hebt gezien en af en toe wat te binnen schiet op het moment dat je hem weer terugkijkt. Dus het zal erom gaan spannen of ik nog weet hoe ik dit moet aanpakken. Want dit kan ik me natuurlijk allemaal gewoon niet meer herinneren. En dit ziet er wel echt vet uit. Een soort mangrovenbos. Moerasachtige stijl. Ik vind het wel echt tof. Kijk, die gast is daar op goud aan het zoeken. Of weet ik veel. Straks is hij op dieren aan het zoeken. Ik denk dat hij goud aan het zoeken is. Maar hij kan het ook natuurlijk ook op garnalenjacht zijn. Wow. What the fuck? What the fuck gebeurde er met mijn pijl? Die bazooka die wijkt af, dat weet ik. Die RPG is niet echt goed meer. Maar dat het zo erg zou zijn, dat ik niet verwacht. Oh kijk, dat is wel nice. Die kwam wel aan, gelukkig. Gaan we ook even los op hem. En we jammen natuurlijk weer. We staan ook nog eens in het water hier ook. Er zit en zand tussen en roest en het is over met ons. Dit was niet de goede aanpak. Het moet blijkbaar met veel meer concentratie. Gewoon er als een mafketel op afrennen en schieten met een RPG gaat hem dus niet worden. We hebben het nu getest. Dat is niet de manier die we moeten gebruiken. En, zoals ik dus al aangaf voordat we de safe house ingingen, is het vrij
chill dat we op dit moment een save hebben gemaakt. Want anders zouden we echt weer terugspannen naar de prison. En dat is echt niet fijn geweest. Dus, ik ben best wel blij met die save. We spannen daar als het goed is terug. En hoeven dan alleen nog maar langs het riviertje te rennen. Kijk maar. Dit is waar we zijn geëindigd. Dus we hoeven alleen nog maar langs het riviertje te rennen. En dan de enemies eventjes uit te schakelen. En that's it. Ik weet nu in ieder geval wel dat ik er een stuk sneller voorbij kan. Aangezien ik dit nu net al heb discovered, zeg maar. Maar ik weet niet of jullie dat ook is opgevallen. Maar die hitte hier. Echt absurd. What the fuck gebeurt er toch met die pijl? Het is echt niet goed hoor, die pijl. Kijk, nou zit er niet eens meer ammo in. Godverdomme, ik heb alleen mijn zelfverradingen. Granata. Oh, molotov. Komt niet eens aan. Gaat goed hoor. Ja, ik leid in ieder geval wel af met die molotov. En het vuur. Oh, mooie. Had ik ze nou allebei? Dat is wel nice. Dat is wel nice. Geluk mijn ongeluk. Maar wat ik dus jullie wilde vertellen, is dat jullie eens moeten letten op de hitte. Op het moment dat we echt 5 meter sprinten of zo, dan is hij al uitgeput. En dan zie je helemaal... Volgens mij is het zo verschrikkelijk benauwd, vochtig warm hier. Echt dat als je inademt, je gewoon die warme lucht je longen invoelt gaan. En dat je echt denkt, bah, ik heb het benauwd. Volgens mij is het dat soort weer echt op deze plek. Want we rennen heel eventjes en het beeld wordt meteen wazig. Dus het... lijkt me niet zo'n fijn klimaat. Die aapjes ook op de achtergrond. Ik heb nog nooit een aapje gezien, maar ik hoor ze altijd gillen als een mafkees. Oké, jongens, we moeten nu dus overduidelijk kiezen voor de chillen aanpak. En niet rennen erop af met een RPG. Dus ik ben benieuwd hoe we dit kunnen gaan doen. Ik heb namelijk totaal geen chilling guns bij me. Een Uzi die bijna kapot is. Een assault rifle die bijna kapot is. En een lege RPG. Oh, ik heb een pijl. Dan toch maar schieten. Oh, doet hij het weer niet hoor. Klote ding. Het is echt een klote ding. Op het moment dat dus je RPG verroest is, ga er vooral niet mee schieten. Want je ziet hoe het uit. Oké, okay, nice. Op deze afstand. Alsnog een kill met zo'n verroeste gun. Dat vind ik best wel nice. Kijk hoe rustig ik gewoon moet omgaan om een beetje rust te behouden. En om langzamerhand enemies te killen. Want er moeten toch echt mensen doodgaan. Je kan niet dat veld inrennen hier zonder mensen te killen. Want dan ben je echt fucked. Dan komen ze van alle kanten en dan ben je de lul. En als dan je gun gaat jammen, wauw. Granata. Oh, die is wel nice. Oh, kijk. Die is sowieso dood. Oh, what the fuck? Mijn gun ontplofte. Holy shit. Zagen jullie dat? Mijn gun ontplofte. Zo kapot gewoon. En ik denk dat het ook nog bijna met deze gaat gebeuren. Dus dan ben ik echt wel. Oké, we knallen hem even dood. Zodat we zijn deagle kunnen oppakken. Oh, hij heeft ook een assault rifle, zie je. Nice. Oké, we hebben onze gun soort van weer terug. Beetje een switch actie. En ik zie dat daar één gast is met een mortier. Dus die moet zo snel mogelijk dood met een headshot. Want hij is het gevaarlijkst. Hij vermoordde ons net ook al. Oh, hij is nog aan het kruipen. Kijk, gaat hij alweer hoor, met zijn mortiertje. Snel weer naar dekking. Granata. Oh, die is best wel nice. Maar volgens mij niemand dood. Kijk hoeveel enemies hier zijn. Oké, gelukkig. Die ging ook net goed. Alle enemies zijn dood. En we kunnen hier eindelijk weg. We hebben wat ammo nu. En phew. Oh. Dat ging echt net goed. En what the fuck zijn deze gasten nou aan het doen midden in de Heart of Darkness? Op zoek naar goud. Ze zijn echt gevaarlijk bezig. En ik denk, waarom zie ik hier opeens iets roods? Maar die gast zit gewoon te wow! Holy shit, hij steeg op, deze mafketel. Maar wat zitten hun nou te doen midden in de Heart of Darkness, vraag ik me dan af. Het is echt mysterieus. Ze zijn echt met vage shit bezig, die gasten. Midden in zulke gevaarlijke natuur.
Oké, ik zie dat we bijna bij een nieuwe safehouse zijn aangekomen. En daarna... Even kijken, hebben we een keus. Of we gaan naar de blauwe of we gaan naar het rode. En jullie zien dus wat een lange sleur die Heart of Darkness eigenlijk is. Oh shit. Dit is een ravijn. Dat had ik niet gezien op de minimap. Auw. Ja, dat doet pijn, hè? Direct impact. Auw, lijkt me zo'n gore dood. Kijk hoe gevaarlijk deze cliffs hier zijn. Als ik hier naar beneden stort, ben ik echt de lul. En mochten jullie nou denken van waarom gooien die nu nou geen molotov? Die dingen zijn op. Dat is de reden. Hé, dood. Ik dacht al, waarom sterf je niet? En dan zal hij bij de eerstvolgende schoten wel weer gaan jammen, want dat ding is zo kapot, jongen. Niet normaal. We hebben echt snel een nieuwe gun nodig. Het is echt gekke natuur. Die boom die nog net groeit op die rots, op de afgrond. Best wel awesome. Even kijken, dit zou natuurlijk een dode sprong zijn. Als ik deze sprong waag, dat is echt gestoord. Dan ga ik sowieso dood. Kijk, je kan gewoon niet naar de overkant springen. Dat is het klote. Je moet helemaal omlopen. Dan kom je allemaal enemies tegen. Kijk, daar zijn de meestal dood. Dus ik denk dat hier... Ja, kijk, daar loopt hij hoor. Nogal. Wat is hier opeens? Hij weet ook niet wat hij wil, hè? Het is zo'n vette plek eigenlijk om hier te spelen. En we zitten zo bijna op het eind. Niet normaal. Hé, hey, wat zie ik hier? Het fucking vliegtuigje. Fucking cool. Wat de fuck, er liggen ook allemaal koffertjes en zo. Dit ding is gewoon uit de lucht gehaald. Zodat de deal niet kon doorgaan. Gestoord dit. En deze gast is dood, die heeft het niet overleefd. Lijkt me vrij logisch. Nou oké, het loopt blijkbaar dood. Dat bedoel ik dus, wat een random shit hier. Het leidt gewoon naar helemaal niets. What the fuck. Kan ik dan niet eindelijk naar die safe house toe? Oh, jawel. Op deze manier. Mooi. Op deze manier kunnen we naar de safe house. Mooi. Oké, jongens. Pleurdai RPG Marine is toch leeg. Zo, deze M16 kunnen we er ook wel uithalen. Er zit nog een groen scoopje op tenminste. En die Makarov, die is natuurlijk het mooist. Want die is gewoon nog normaal zilver en niet volledig verroest. En wat ik denk aan de tijd waarop ik nu opneem. En of hoe lang ik nu al opneem te zien. Is dat ik het best denk ik hier de part ga eindigen. Omdat ik al zo dicht bij het einde ben. Ik weet niet of het jullie opviel. Spoel het anders maar even terug. Maar ik zag dat ik al op 96% game completion zit. Wat inhoudt dat we echt bijna op het einde zitten. Vandaar dat ik deze part nu ga eindigen. En ik deze part ook het einde is nabij gaan noemen. Want de volgende part zal de ending zijn. Dus ik dank jullie voor het kijken naar deze part. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Ik gok het wel, want als jullie helemaal van deze game houden... dan willen jullie natuurlijk ook dolgraag het einde zien. Dit was in ieder geval een stukje Heart of Darkness. Mijn excuses voor de corrupte bestanden, maar daar kan ik echt niks aan doen. Precies op dit punt gaan we de volgende part verder. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Laat je like achter. Vergeet niet te abonneren. En ik check jullie terug in elke nieuwe video die ik maak. Jongens, stay awesome en later.